Toen ik de serie Mooie Dingen begon, dacht ik vooral aan alle dingen die ik al heel lang koester en waar ik eindelijk over kan vertellen. Maar er zitten ook nieuwe dingen. Die van vandaag is een nieuw mooi ding. Iets wat ik, nou volgens mij nog maar 2 maanden geleden of zo, heb ontdekt op YouTube, hier dus. Nina Conti. En zij is buikspreekster, het Engels woorden zijn ingewikkeld. En ze is zo ontzettend goed. En ze is goed omdat ze heel goed in buikspreken is, maar dat is niet waarom ik haar zo geweldig vind. Ik vind haar zo geweldig omdat ze er zoiets moois mee doet. Ze heeft, ik zie 2 dingen van haar. Ik vind ze allebei even leuk. Waar ik ontzettend van hou is, ze heeft een vaste pop. Een, woord. Ah. En mijn hoofd wil papegaai zeggen. En dat is het dus niet. Het is een monkey. Een aapje, die pop. En het mooie is, die pop is een alter ego van Nina. En het is het alter ego die lekker losgaat in alles wat zij niet durft te zeggen. Hij durft gewoon echt alles te zeggen. En onderbreekt haar. En wat ik vreselijk mooi vind, dat het is natuurlijk gekomen in de coronatijd toen ze niet kon optreden. Toen heeft ze filmpjes gemaakt waarin zij met haar pop praat. En waarin ze ook doorheeft dat het haar alter ego is. En dat vind ik misschien wel de allermooiste. Er is er één en die zal ik even delen in de link. Want die vind ik vreselijk leuk. Die heet ook Down the Rabbit Hole. Dan gaat ze helemaal met hem in gesprek. En hij zegt dan van, ja, luister, jij gaat nu wel met mij in gesprek. Maar jij bepaalt wat ik zeg. En dat is heel erg mooi. Want dat kun je heel diep in doorgaan. Dat is inderdaad echt iets wat zichzelf in de staart bijt. Op een hele leuke manier. Dat is bijna filosofisch-achtig. Dus daar hou ik heel erg vreselijk van. Maar wat ook heel erg leuk is, in shows haalt ze mensen het podium op en die geeft ze een masker met een mond die kan bewegen. En zij heeft aan een touwtje kan zij die mond open en neer doen. Op en neer doen. Open en dicht doen. En zij spreekt dus buik voor die mensen. En ze doet ook hele mooie stemmen daarin. En het ziet er echt, doordat die mond beweegt, ziet het er echt net uit of zij dat zeggen. Je vergeet gewoon echt dat dat buikspreken is. Maar wat daar weer het mooie van is, ze heeft geen vast repertoire wat ze met die mensen doet en wat ze die mensen laat zeggen. Ze, daar is ook een woord voor. Improviseert, dat is het woord. Ze improviseert, ze voelt aan wat die mensen zouden kunnen zeggen. Dus eigenlijk doet ze daar hetzelfde als met die pop. Ze kijkt naar die pop en dan laat ze die pop praten. Wat zij denkt, goh, wat, misschien gaat die pop al dit zeggen. En dat doet ze met die mensen ook. Dus wat ze die mensen laat zeggen is improvisatie. En dat heeft te maken, en wat ik niet helemaal kan doorgronden nu, is hoe dat werkt. Want die mensen hebben natuurlijk ook non-verbale reacties. En of die mensen nou non-verbaal op haar reageren, of dat zij met wat ze zegt reageert op het non-verbale van die mensen, volgens mij is dat ook weer een wisselwerking. Dus er ontstaat ter plekke iets nieuws. En dat vind ik zo vreselijk leuk, dat proces, dat improviseren. Waarom ik dat met die pop zo mooi vind, is omdat dat precies is hoe ik met mijn stemmen praat. Ik heb stemmen. Ik heb een interne criticus die mij van alles beveelt wat ik wel en niet moet doen. Ik heb een hele lieve stem die heel troostend is. En die waar ik af en toe mee praat als ik diep in de put zit. En die ik probeer dan ook
te vragen van wat, ik heb hulp nodig. En dan komen er uit mij dus dingen waar ik mezelf door verras. Dus het is voor mij een manier om met mijn diepe zelf te praten. En het is een beetje een onbewust proces. Want ik heb af en toe ook niet helemaal in de hand wat mijn stemmen mij zeggen. En dat herken ik bij Nina Conti en die pop. Ik denk dat die pop inderdaad echt af en toe dingen zegt waar zij verrast door is. Ze moet ook lachen om wat die pop zegt. Dat maakt het ook heel authentiek en mooi. Ik hou ongelooflijk veel van haar. Ik vind het vreselijk leuk om naar haar te kijken. Ik doe de link van Down the Rabbit Hole. En via die link kom je gewoon op haar pagina als je op haar klikt. En dan zie je al die andere dingen ook. Ik ben echt helemaal compleet fan van haar. Ze is Engels. Ja, dat vind ik ook leuk. Ik vind Engels accent gewoon mooi. Maar als ze Nederlands zou zijn, dan zou ik naar zo'n show willen. Om daar helemaal voor naar Engeland te gaan, vind ik een beetje te ver. Maar ik ben echt fan. Dus Link, ga haar kijken, want het is vreselijk leuk. En het is niet omdat ze zo vreselijk goed buik spreekt, want dat doet ze. Maar omdat er elke keer opnieuw iets nieuws ontstaat. Ze heeft geen vast repertoire en dat vind ik zo ongelooflijk knap en leuk. En natuurlijk heeft ze dingen waar ze op terug kan vallen. Maar toch, volgens mij is het elke keer nieuw wat er gebeurt. Heel erg mooi. Een nieuw mooi ding dus. Ga kijken.